zijn in Barneveld bij Rik's dienstverlening. En naast mij staat de eigenaar, Rik. Hoe kan het ook anders? Rik, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent lid van onze business club. Kun je uitleggen waarom? Ja, sowieso omdat ik Groot Nieuws Radio natuurlijk hartstikke leuk vind om te luisteren. En via mijn vrouw die muziek maakt, kwam ik in contact ook verder met de mensen van Groot Nieuws Radio. En uiteindelijk via Jaap lid geworden. Tof. En wat heb je daaraan, zeg maar, in je ondernemerschap? Ja, eigenlijk nog niet eens per se voor mij persoonlijk om klanten binnen te halen of iets dergelijks. Het is voor mij meer echt het netwerk met andere ondernemers. En dat vind ik gewoon heel waardevol. Andere christelijke ondernemers om daarmee te sparren en een netwerk te vormen. Tof. Hey, Rik, we zijn hier niet voor niks. We willen jou heel erg bedanken ook voor jouw lidmaatschap en jouw vriendschap van Groot Nieuws Radio. Ja. En daarom hebben we iets moois voor je meegenomen. Jaap, kun je even vertellen wat het is? Ja, absoluut. Ja, Rik, dankjewel voor je lidmaatschap. We hebben hier een bord gemaakt als een relatiegeschenk met daarop de vruchten van de geest. Dat is altijd een thema binnen Groot Nieuws Radio, maar we bieden het je aan om je te bemoedigen. We hopen dat het een mooi plekje krijgt in jouw bedrijf. Het hangt op een leuke plek waar misschien nog eens een gesprek op gang komt. Maar ook voor de momenten dat je even denkt, ik weet het allemaal even niet. Nou, kijk er met een schuine oog op en laat je erdoor aanmoedigen en inspireren. En daar willen we je hartelijk voor bedanken, voor jouw lidmaatschap. Dus dankjewel, man. Ja, super bedankt. Mooi, man. Ja.